Ik zit lekker in de Tesla met Frans van der Reep. En hij is onder andere bedrijfsfilosoof bij KPN. Hij heeft een lectorschap bij IM Holland en hij is commissaris bij allerlei dingen. En hij is mij geadviseerd door Frits als een denker, als een van de meest autonome denkers van Nederland. Dus ik vond het hartstikke leuk om even kennis te maken. Ik laat hem eerst even in de Tesla rijden. Van, hoe voelt dat, Frans? Ik ben heel aangenaam verrast. Ik voel me zelfs een beetje thuis in deze auto. Ik snap die auto wel. En als ik dan hoor van die 2 cent per kilometer en free of charge opladen, dat zijn natuurlijk aansprekende zaken. Ja, het is bijna gewoon bijna makkelijk, hè? Ja. Überhaupt, als jij nu gewoon naar de rechterbaan ging zonder richting aan te geven, dan heeft hij jou, dan corrigeert hij jou. Dus hij heeft een camera, hij houdt in de gaten, hij kijkt hoe hard je rijdt. Dus hij is wel een beetje gewoon een beetje een dominant type dit. Ja, hij is de hoofd der school, zeg maar. Ja, een beetje vriendelijk, maar je moet wel doen wat hij zegt. Je mag ook altijd mijn auto lenen en dan zie je gewoon, beginnen mensen binnen een half uur beginnen ze heel netjes te rijden. Maar geef even gas. Nee, is het goed, ja? Nee. Dit ben ik niet gewend op mijn eigen auto. Ja, dat is waar. Hey, Frans, waar kom jij? Want ik ken heel veel mensen bij KPN, maar ik ben jou nog nooit tegengekomen. Hoe komt dat? Geen idee. Ja, wat doe jij zoal in het leven? Wat is jouw achtergrond? Ik ben in 84 bij KPN gekomen, een aantal lijnfuncties gehad in het verleden. Onder andere ICT-baas van onze operationele systemen in de infrastructuur. Telefooncentrales gemanaged. Telefoon, ja. Jee, al die hokjes die nu vrij beschikbaar komen. Functioneel beheer. Ja. En toen kwam voor mij meer ICT-strategie. Ik ben ook ooit baas geweest van ICT-architecturen van KPN. En toen kwam voor mij het internationale component. Dus samen met de Zweden, de Zwitsers en de Spanjaarden. 1 systeem voor customer care. Echt waar? Met 4 landen? Ja. 1 systeem voor customer care? Oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Praat over begin jaren 90 dat dat speelde. Ja. En toen kwam voor mij dus meer business strategie. Maar jouw achtergrond is ook, je hebt filosofie gedaan geloof ik, theologie. Ja. En economie. Ja. En ook techniek? Piano. En piano, ja. Dus in ieder geval, je bent helemaal niet, dus je komt helemaal niet uit de tech sector. Nee. Je bent een filosoof, ja. En wat mij dus in hoge mate intrigeert, is de impact van internet, dus van tech op leven en werk. Hè. Wat doet het met, bijvoorbeeld, jij bent betrokken bij het onderwijs met iPads. Ja, de Steve Jobs School, ja. Ja, wat doet nou bijvoorbeeld die iPads en die tech met de identiteitsvorming van kinderen? Ik heb geen idee. Ik ken er ook weinig onderzoek over, maar ik weet wel dat het impact gaat hebben. Ontzettend. Dus dan vind ik dus leuk om over na te denken. Ja, ja. Daar soms om iets over te vinden. Dus ik ben. Want je geeft allemaal presentaties en lezingen bij allerlei gremia. Ja, ja. Je was pas al bij de energie, wat was het ook alweer, de energie? Vorige week heb ik twee speeches gedaan. Ik geef ook 2 speeches per week. Vorige week was ik bij de topsector energie met John Post, voormalig CTO van IBM. En bij Permanent Beta. En dan praat ik dus ook over dit soort dingen. Een van de eerste dingen die ik dan bijvoorbeeld doe bij zo'n speech, is gewoon vragen aan mensen. Nou, wat wil je weten van me? Het is heel interessant om dat zo te vragen. Want mensen zijn helemaal niet voorbereid. Nee, ik wil gewoon lekker achterover hangen en dat jij mij een beetje orakelt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat ga ik ook niet altijd zeggen. Nee. Nou, ik ben wel een beetje, ik probeer altijd een beetje beeldend te kijken van wat vinden jullie nou? En wat denken jullie van dat nou waar is of zo? Hè? Van met Dieselgate. Denk je nou dat die software aan het sjoemelen is tijdens de test? Nee, helemaal niet. Hij zegt, tijdens de test doet hij gewoon wat hij netjes moet doen. Precies. En hij gaat alleen maar sjoemelen in de gewone buitenwereld. Ja, maar mensen zijn inderdaad echt wel, vaak hebben ze geen idee. Ja. Wat ik bijvoorbeeld op dit moment een heel interessante vraag is, en dat is ook weer zo'n combinatie, hè, van antropologie en tech, zeg maar. Want net als jij heb ik geen hokjes in mijn hoofd. Hè. Ik kan ze ook niet maken. Hmm. Snap jij eigenlijk wel wat je ziet? Ik ben ervan overtuigd, ik ken er weinig onderzoeken, maar wat ik waarneem, en inclusief waarneem naar mezelf toe, is dat ik heel vaak gewoon niet snap wat ik zie. Dus ik snap de context niet waarin ik dingen moet interpreteren. Mm-hmm. En wat ik wel weet is, en heb ik allemaal in zo'n speech heb ik voorbeelden voor om mensen met het gevoel te confronteren, om het concreet te maken. Maar wat ik wel weet is dat mensen de context niet snappen, als ze niet snappen wat ze zien. Dan gaat 80% van de mensen plaatjes invullen, hè? En sociaal wenselijk gedrag vertonen. En dan kom je dus gewoon in ideologie terecht. Nou, dat is over het algemeen niet zo'n goed idee.
Dus ik vind het een heel belangrijk thema. Ja, dus als je kijkt zonder context, dat je geen eigen context hebt, dan is alles verwarrend en dan is alles gewoon... Dan is het eigenlijk te ingewikkeld om het op een gegeven moment terug te brengen. Je hebt altijd een filter nodig om te komen tot iets... Je hebt een context nodig om betekenis te geven aan datgene wat je ziet. En als die context er niet is, ga je het zelf doen. Ja, en nu dan... En we nu dus in een wereld zitten waar de gemiddelde Europeaan 8 uur per dag achter een schermpje zit, de gemiddelde Amerikaan 12 uur. En de gemiddelde scholier in Amerika, behalve school, 9 uur, die is echt gewoon zo'n 100% van de tijd zit hij achter een scherm, is die context wordt wel heel anders. Hè? Ik bedoel, wij hebben dankzij Google Maps, hebben we nu overal, ik stap in Moskou uit en ik heb context. Ik weet waar ik ben, ik weet waar ik heen wil, ik weet hoe ik erheen moet gaan. Het is veel minder vreemd gebied, maar het wordt wel een digitale blik op de werkelijkheid. Ja, dus dat soort dingen is eigenlijk heel interessant. Maar bij KPN, bij KPN probeert natuurlijk gewoon mooie diensten te verkopen. Wat doe je daar dan om dat soort denken duidelijk te maken? Nou, ik ben natuurlijk 61, hè, dus ik zit nu in een vrije rol. En ik rapporteer aan iemand die op zijn beurt gerapporteert aan de boards. Dus dat is een prettige plek. Hmm. En wat ik doe is een paar dingen. In de eerste plaats meegaan naar klanten voor een goed gesprek. Waarbij je ook die klanten iets meer ruimte kunt geven in hun visie op hun eigen onderneming. Waarbij natuurlijk het idee is dat ze daar nou iets meer van KPN kopen. Hè? Dat mag. Ja. Maar ik ben strateeg, dus dan heb je iets meer ruimte om... Hè? Mag je eigenlijk over alles beginnen? Ja, ja. Tegen alles aan bemoeien? Ja, en ik ben geen commerciant, hè? Dus dat geeft iets meer ruimte voor een goed gesprek. Ja. Ik heb veel gesprekken met collega's. Ook een beetje in het kader van... Frans, wat vind je dat ik moet doen? En waarbij ik heel veel vertrouwen krijg, waar ik ook rete trots op ben, mag je weten. Ja, en dat soort gesprekken zijn altijd bij KPN. Altijd. Elke keer is weer een afdeling, nu weer zakelijk. Iedereen is weer bezig met herinvullen van wat moet ik nou gaan doen en waar moet ik heen. Ja, ook op persoonlijk vlak, hè. Ja. Ik heb een keer bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen natuurlijk. Nee. Maar ik heb een keer een gesprek met iemand gehad, een collega, hè, voor de woorden. Die vreemd met meid 1 en die hield van meid 2. Alleen die tweede die woonde in Denemarken. Dus dat is onpraktisch. Nou, die heb ik dus echt alle hoeken in de gaten van de kamer laten zien. Van waar ben je mee bezig? Hij woont nu in Denemarken. Kijk. Is daar getrouwd. Hij heeft nu 2 kinderen. Dat zijn toch leuke dingen, hè? Dat zijn weer hele andere soorten. Dat zijn mooie strategie-sessies. Dat komt dus, dat komt dus ook langs. En vind je het nou een leuke tijd op het ogenblik? Van als je ziet van als je het in decennia moet opdelen. Ja, ik vind dat ik in een geweldige leuke tijd leef. Daarbij eens te begrijpen dat ik natuurlijk nog de stabiliteit van de oude wereld in mij draag. Want ik hoef me geen zorgen over mijn pensioen te maken. En ik vind dat toch wel een... Ik kan mijn leven nog... En een vrije rol bij KPN, die hebben ze toch allemaal... Ik ken alleen Nico nog. Nico Baken. Ja. Dat zijn de laatste 2, hè. Ja, vroeger had je dat met KPN, had je KPN Research en waren er allemaal dingen waar je gewoon heerlijk mocht denken. Ja, Jan Haasman en Bart Nieuwenhuis. Dat waren grote mensen. Die mis ik, dat soort mensen mis ik nog wel eens een beetje. Dan heb je het lang uitgehouden. We gaan niet naar Boedapest, we gaan nu terug naar KPN Consulting. Dus aan de linkerkant van dat scherm komt nu jouw navigatie, die vertelt hoe je nou terugkomt. We gaan straks bij een rotonde naar rechts. Dat zegt hij ook tegen jou, dus dat is helemaal, helemaal goed. En ik ben trouwens nu vlakbij thuis, maar de TVT rijden. Je zit in Rotterdam, dus voor jou was het inderdaad makkelijker. Maar wat vind je nou de grote vraagstukken waar, zeg maar, zo'n bedrijfs KPN die allemaal nieuwe technologieën, Internet of Things en cloud en allemaal dingen probeert te introduceren, wat voor grote vraagstukken kunnen nu, zeg maar, opgelost worden of verbeterd of veranderd? Wat vind je de grote uitdagingen? Ik vind het punt integriteit belangrijk. Ik denk dat het niet goed is dat je in de positie zit dat de tech of dat Google de maatschappelijke ordening in Nederland bepaalt. Dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ik vind bijvoorbeeld het voorstel van het Rathenouw Instituut recent om tot een soort maatschappelijke bijsluiting voor nieuwe tech te komen. Los even van of het kan of niet kan. Hè? Maar als gedachte vind ik charmant. En dat draag ik ook mee aan bij. Mm-hmm. En ik heb dan ook weer de mogelijkheid om daar gewoon praktische invulling aan te geven. Dus technologische bijsluiter? Ja, bijvoorbeeld contactless payment. Hè? Ja. Dus betalen met je mobieltje. Ja. Is dat nou een goed idee? Is dat geen goed idee? Is dat werkelijk secure genoeg? Is dat niet secure genoeg? Moeten we hier rechtsaf zijn? Nee, we gaan nog even rechts. Oké.
Goh, ja, hoe gaan we terug? Want we moeten hierheen. Ja, dus je gaat zo. Ja, gaat goed. Je gaat zo. Je gaat een mooie weg nemen. Ja. Oké, prima. Ja. Ander punt bijvoorbeeld wat voor KPN buitengewoon relevant is. Maar dat contactloze payment. Jij zei als iemand gewoon een goede antenne heeft, kan die gewoon op 5 meter afstand kan die gewoon jouw kaart uitlezen. Ja, als je dat geïnteresseerd bent. Ik heb daar een artikel geschreven op Dutch Cowboys en Computable. Ja. Met heel veel references. En dat is misschien geen reden om het niet te doen, maar je moet wel over nadenken. Dat is mijn punt, hè? Ja, dus je kunt gewoon die contactloze payments, die zijn normaal 10 centimeter. En als je een goede antenne hebt, kun je al een paar meter uitlezen. Dus je loopt gewoon langs alle Nederlanders en je haalt gewoon overal 25 euro van er vanaf. Ja, dat is sterker, dat gebeurt ook. Ja. En het is gewoon verstandig om erover na te denken. En ook bijvoorbeeld ook verstandig wat ik zou doen. Kijk, als iemand een smartphone verkoopt bij ons in de winkel, wat natuurlijk heel verstandig is om dat bij KPN te verkopen. Dan zou je bijvoorbeeld onze verkoper in de winkel kunnen zeggen van, joh, vertel die persoon nou even dat een smartphone een computer is. En dat je daar net als op je laptop thuis even wat spyware op moet zetten. Nou, dat soort dingen zou wat je... Wat spyware zelfs? Ja, dat lijkt me wel heel verstandig. Ja. Oké. Okay. Dus niet antivirus software, maar gewoon spyware? Ja. Oké. Okay. Het tweede is... En waarom moet ik dan spyware op mijn in plaats van antivirus of anti-spyware? Nou, waarom moet ik nou spyware erop zetten? Het begint met antivirus. Dat zou sowieso verstandig zijn. Dat kost ook niks. Ja. Maar 80% van de smartphone heeft geen enkele beveiliging. Ja, want dat is Android. Dat zit inderdaad standaard geen beveiliging in. Inderdaad, dat is niet verstandig. Zeker niet als je daar betalingen mee gaat doen en zo. Dus het tweede wat bij natuurlijk een issue is bij tech, omdat het altijd over heel veel geld gaat. En winner takes all, hè. Je hebt misschien ruimte voor twee standaarden, maar dan is het wel klaar. Je wou hier echt blijven doorrijden. Ja. Het gaat goed. Het gaat goed. Je weet waar je het omheen moet. Ik vind het hartstikke leuk. En dat is natuurlijk timing. Ja. Ik geef één voorbeeld vanuit mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld in 2001 al wat nu heet zelfsturing geïntroduceerd. Ja. En zelfs een patent op aangevraagd. Zelfsturing? Ja, aangevraagd op wat nu de Uber-werkwijze is. Dat heb ik in 2001 al gedaan. Oh. Alleen, dat was een beetje vroeg. Ja. Dus dat was leuk. En het is voor mijn eigen ijdelheid ook allemaal heel leuk. Maar het heeft verder in termen van business niks opgeleverd. Maar je kunt niet Uber een briefje sturen van hier heeft u mijn patent en ik... Ik heb het al laten uitzoeken, dat gaat niks opleveren. Oh, dat is jammer. Ik heb bijvoorbeeld in 2000, de Frits weet dat, in 2001 op buurtzorg, qua business practice gedaan. Met thuiszorg in Utrecht. Ja. Dus ook internationaal gepubliceerd, met de Oxford bladen en zo. Nou, geen hond die het weet. En Jos de Blok, die had dus een veel betere timing. Wat ik hem overigens van harte gun, hè. Dus voor de goede woorden. Ja. Maar het was te vroeg. Dus timing is een belangrijk issue bij tech. Heel belangrijk. Maar wat is nou even, want dat is inderdaad, buurtzorg is een van de meest leuke voorbeelden uit dat boek Reorganizing Corporations. En van zelfsturing, zeg maar. Ja. Wat voor een techniek gebruiken die lui? Wat gebruikt Bart? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik het destijds gewoon afkom met Simple Workflow Management. Ja, ik neem aan dat zij nu smartphones gebruiken en dat soort zaken, maar... Ja. Oké, die Bart die ga ik toch eens even weer interviewen. Dat vind ik wel echt een held, zeg maar. Nee, ik was van de man altijd de man van het grote idee, hè. En dan kun je natuurlijk een reus bouwen door iemand met tech erbij te trekken. Met nog een andere technologiepart erbij te trekken. En toen bij Thuiszorg Utrecht in 2001 hebben we dat gedaan met toenmalige stafwerk. En... dan bouw je zo'n reus. Hè, van mensen die hij kan dit en hij kan dat en hij kan dat. En dan kun je, hier gaan we recht zo. Kun je operationele capaciteit regelen. Ja. Mijn rol is dan tweeledig. Eén, ik ben de man met de visie. En twee, ik regel driehoek, visie, ondernemerschap, uitvoerend vermogen. Je hebt alle drie nodig. Hè? Ja. Dus ieder van die drie op zich is leuk, maar schiet je geen bal mee op. Alleen visie is papier, alleen business is autisme. En alleen uitvoerend vermogen is kindertjesvoetbal. Dus het gaat om de driehoek.
En ik doe drie dingen. Ik heb de visie. En ik heb... Breng de mensen bij elkaar. Ja, en ik heb het vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Ja, dat kun je dus voortdurend doen bij KPN, want dat moet, die driehoek moet voortdurend worden ingevuld daar. Dus dat zegt, noem eens iets wat jij bij KPN nu gedaan hebt de laatste tijd, in een van een interessant nieuw project? Of oud project? Wat? Ik heb de laatste jaren redelijk druk gemaakt over cybersecurity. Mm-hmm. Ik heb ook een poosje deel uitgemaakt van het managementteam van Trusted Services. Daar ook dat ging met name over de discussie. Moet je eigenlijk van trusted, dat is van cybersecurity, moet je daar een business van maken? Of zou je op het standpunt moeten stellen dat alles wat KPN doet per definitie secure is? Mm. Ja. Het eerste is natuurlijk gebeurd, het tweede is wat ik eigenlijk vind. Oh. Ik ben nogal heel goed voorstander van ABC. Je moet in ieder geval niet alles even secure doen, want anders dan... krijg je echt meestal een rampzalige organisatie. Nou ja, dat is ook... Je wil in ieder geval verschillende soorten vormen van security hebben. Dat, dat is ook een gezichtspunt. Vaak wordt het ook gewoon te duur, hè? Dit wordt veel te duur. Ja. En onhandig en onplezierig. Soms hoeft het ook niet. Nee, ik vind dat het... net zoals contactloos betalen. Ik heb me altijd ingesteld, ik heb mee geholpen aan het kilometerheffingsplan. Dus met Roep Pieper. Ja. En toen zaten wij enorm te steggelen met de belasting. Het moet veilig zijn. Ja, wat is nou veiligheid? En ik was, ja, zei ze, het moet waterdicht zijn. Nou zei ik, dat is geen goed plan. Het moet spatwaterdicht zijn. Het moet, als er een beetje regendruppels komen, is prima. Dan moet het tegen kunnen, maar je hoeft niet gewoon, het hoeft niet onder water te komen, want een auto gaat niet onder water. En als zij zoveel water dicht hebben, dan wordt alles 10 keer zo duur. En dan wordt het gewoon onmogelijk. Nee, je moet niet je intelligentie uitzetten, hè? Nee, het moet gewoon praktisch, je hebt dus niveau van voorraad en je hebt niveau van veiligheid. Ja. En je moet kijken welke niveau van voorraad, van veiligheid is nou appropriate voor dit niveau. Ja. Nou, tweede denk ik waar ik de laatste jaren... wat heb mogen bijdragen is de vormgeving klantinteractie in de digitale wereld. He, dus in de literatuur heet dat stewardship. En wat je ziet als basis, maar dat weet jij ook allemaal al lang, high tech, high touch. He. Uiteindelijk willen mensen gewoon weer een mens aan de lijn. Oh ja? Nou, mij niet. Alsjeblieft, ik wil geen mens. Alleen het enige wanneer ik een mens aan de lijn wil, is wanneer de systemen falen. En het liefste heb ik dat 95% of 99% van de interactie, dat ik die gewoon lekker via het digitale systeem kan doen. Lekker prettig, makkelijk, intelligent, smart. Als ze dan falen, wil ik een mens. Maar als systemen niet falen, 100 keer liever. Ja, 100 keer. Ik vind mensen heel onhandig. Ja, maar hoe kun je... Nou, jij wil ook niet in een of ander voice response systeem ontvangen gezet worden. Ja, maar voice response. Maar ik wil wel gewoon online via een mooie app of via een mooie web... wil ik geholpen worden en dan, ik ga natuurlijk nooit de telefoon pas in het telefoonpakje. Maar ik gaf vast een presentatie voor het contactgenootschap. Dat zijn alle bedrijven die dan heel veel callcenters hebben. Mm-hmm. En iedereen wil lekker gaan WhatsAppen volgend jaar. Nou, dat vind ik fijn. WhatsApp vind ik een prettige manier om met een mens te praten. Dus als ze dat gaan ondersteunen en ze weten ook dan wie ik ben. Mm-hmm. En ik heb een contact tussen, er is een slim contact tussen die WhatsApp en wat ik net gedaan heb op het web. En als dat niet werkt, dan wil ik graag een mens hebben. Ja, nee, maar de algemene vraag die jij dus voor jezelf als expliciet hebt beantwoord, heel veel mensen hebben dat niet, is van wat maakt een klant nou blij in de digitale tijd? Ja. En wat moet je er nou voor doen? En dat is een vraag. Ik heb een beetje gekeken naar andere bedrijven, literatuur. En hoe kun je nou een offline-online koppeling maken? Wat moet je echt online doen? Ja. Nou, daar heb ik me ook in verdiept. Heb ik ook over geschreven, wat verhalen over verteld. En zo. Ja, wat is jouw website, Frans? Fransvandereep.com. Okay. Ik publiceer in 5 talen. Ik, tot mijn verbazing, was ik op een gegeven moment de meest gelezen marketingauteur in Rusland. Ja. Dat zijn de bijvangsten van internet. Ja, ja, dat is grappig. Ja, toen mocht ik nog een speech in het auditorium van de Staatsuniversiteit Moskou. Kijk, zijn dat is een mooie, respectabele, grote instellingen. Daar maken mensen ook niet zomaar mee. Nee, dat is waar. Ja. Hey, en dus het is www.frans... Van der Reep. Van der Reep.com. Oké, hartstikke mooi. En dan heb je ook een nieuwsbrief daarop? Nee. Alle artikelen staan online, maar ook inderdaad... Zijn er nogal wat. Ja. En een van de dingen waar ik een beetje... Ja, heel veel dingen heb ik niet goed gedaan in mijn leven, voor de duidelijkheid.
Maar ik heb al mijn voorspellingen uit de periode 2000-2005 zijn uitgekomen. Allemaal. Oké. Bijvoorbeeld in mijn inhoudsverhalen. Nou, bijvoorbeeld in mijn inhoudsverhalen reden in 2004 staat al dat er deflatie gaat komen. En waarom? Hmm. En nog wat van die dingen. Hmm. Dat kun je allemaal nalezen. Ja, leuk. En, en bijvoorbeeld, het is wel leuk als je op YouTube staat al een filmpje met die reden. En een aantal van die maatschappelijke onderwerpen van dit moment, bijvoorbeeld leidt nou internet tot meer of minder sociale cohesie, of leidt internet nou meer of tot minder democratie, die heb ik toen allemaal al geadresseerd. Niet beantwoord, hè, maar geadresseerd. Oh, okay. En ook bijvoorbeeld dat internet tot deflatie gaat leiden. Daar zitten we nu heel dicht tegenop. Heel lang, ja. En dat heel lang, ja. Heeft zo zijn eigen dynamiek natuurlijk. We zijn overigens nu weer terug op vechtersoetermeer. Ik zie het hier. Ik heb hier een prima mogelijkheid om het foto te doen. Ja, beste mensen, ik kijk echt naar een prachtig scherm. Een soort extended A4'tje. Ja, ik kan het even hier laten zien. Ja, hoe vind je dat? Ja, dat is wel... Moet je niet te veel naar kijken, je moet er gewoon naar buiten kijken. Ja, maar gelukkig, deze auto kan ook gewoon met de op de knop zelf rijden. En dan heb je alle tijd om op dit ding dingen, dat is... Ga ik even het interview afronden. Okay. Hey, Vincent is een buitengewoon sympathieke, attente man en een goede luisteraar. En hij heeft een half woord genoeg. Dus en heeft een leuke Tesla om even in te rijden. Precies, het is toch ontspannen om zo in het videocentrum geïnterviewd te worden. Dus ja, dat is, ik had vanochtend wat John Lennon al zei, hè, planning is voor simpele zielen. Ik had vanochtend niet het idee dat ik dit ging doen, dus het is wel leuk. Kijk, dat is nou weer mooi. Hey, volgende versie van de auto, gaat dat een elektrische worden? Ik denk het wel. Ik rij nu in een kleine Lancia, die is nu 3 jaar oud. Nou, jouw knip in de prijs in 18 dat het door de helft gaat, dat spreekt me aan. Dus nou, die auto van mij haalt het wel tot 18. Dus ik denk dat ik nog een lekkere Aston Martin ga kopen ooit. Om mijn volgende levensfase een beetje bij te luiden en mijn schone Eva in te vervoeren. Maar deze ziet er ook, deze is ook, aan de voorkant is het een Aston Martin en aan de achterkant is het een Jaguar. En dat is die Model S, maar. Ja. En ik weet niet of die nieuwe, dat Model 3 dat in 2018 komt, of die zo'n mooie vormgever is, want ik heb hem nog niet gezien. Maar dan heb je toch een moderne. Maar dan moet je wel eerst wat van die stekkers in Hongarije ook maken. Want dat gaat echt, tegen die tijd is dat echt helemaal geregeld. We hebben net heel West-Europa gehad, ze gaan nu heel Oost-Europa doen, dus dat gaat helemaal lukken. Ik ben trouwens wel onder de indruk van, over timingpunt van technologie gesproken, ik ben wel onder de indruk van het tempo waarmee het gaat. Elektrisch rijden. Ja. Ja, wat ik even terug naar mij. Wat ik een heel leuk deel, wat jij doet dat trouwens ook, zag ik op jouw website. Wat ik een heel leuk deel van mijn bezigheden vind, is begeleiden van start-ups. Mm-hmm. En dat is voor mij ook een hele leuke manier om de markt te meten. Inderdaad. Wat voor start-up begeleid je nu? Over dat doe ik via een bedrijf Brown Cow in Amsterdam. En die komen dan voor het gesprek. En dat kan gaan over... slimme manieren van projectmanagement tot slimme manieren van CRM, waar we net over praten, tot wat er allemaal langskomt. Je bent toch wel langzaam in het gebruiken van de richtingaanwijzer als je van baan verandert. Dat is een overtreding. Ik ga je zo meteen nog even een mailtje sturen. Dan krijg je alle overtredingen die je vandaag begaan hebt. Kijk. Krijg je gewoon even een... Niet de katholiek graag, hè. dat is voorbij. Ja, nee, maar deze auto houdt dus bij wie er rijdt en hoeveel overtredingen je maakt. Ja, hoe vaak je te hard rijdt, hoe vaak je te dicht bij iemand zit. Kijk, je ziet nu dat je 2,5 seconden hebt, 1,8 seconden. Als je nu dichtbij iemand gaat, dan gaat hij rood worden en gaat hij lawaai maken. Ja. Dus hij wordt opzet. En dat wordt allemaal keurig vastgehouden. En dat is echt... En dan krijg je dus een mooi mailtje van me, zo meteen. En sta ik in de top 10? Nee, helemaal niet. Nee, je rijdt heel rustig. Dus dat gaat helemaal ik versla de benzineauto's royaal. In hun energie, in hun benzinegebruik. Nou, lachen. Dus het gaat gewoon helemaal goed. En ik wil eventjes heel hard te vloeken. Ik heb 2 multipla's gereden. Weet je wel, van die vreselijke auto's, vinden sommigen. Maar hij was wel heel praktisch. Heel praktisch. Dankjewel voor het interview, Frans. Oké, you're welcome.